We zijn eindelijk op onze nieuwe universiteit. Laten we rennen. Hoi, ik ben Mary. Leuk je te ontmoeten. Wauw. Hoi, Mary. Ik ben Claire. Ik ben nieuw. Wat? Nog eentje? We hebben elkaar al ontmoet. Laten we gaan zitten. Populair zijn is leuk. Maar Claire geeft meer om studeren dan om populariteit. Wauw, zus, je bent zo'n nerd. Ik ben in de war. Wat is hier verwarrend aan? Dit is een gelijkzijdige driehoek. Wat betekent gelijkzijdig? Ik weet het niet. Wacht even. Alle zijden zijn even lang. Ik snap het niet. Is dat beter? Stuur hem gewoon een sms'je. Oh, ik zie het. Het antwoord is 42. Dit is nutteloos. Ga zitten. Een 1. Oh, Claire. Dat is allemaal correct. Je krijgt een 10+. Ik zal gewoon een nieuwe TikTok maken. Oh, zoveel likes. Mary, mag ik je handtekening? We houden van je, Mary. Dat is het, ik ben klaar. Hey, Elliot. Wat? Hier ga je. Claire heeft een rare droom. Wat? Alles was al voorbestemd voordat we geboren waren? Oh nee. Mijn baby is populair. De mijne is niet populair. Dit is zo oneerlijk. Wat een nachtmerrie. Dat was het. Ik ga weg. Wat is je probleem? Ik ga naar een wiskundekampioenschap. Dag, zus. Oh nee, Claire heeft mijn foto verpest. Delete! Ik neem een nieuwe. Hoi, ik ben de nieuwe uitwisselingsstudent en je nieuwe kamergenoot. Oh nee. Het is schattig hier. Wauw. Wie is dit? Ik wil hem. Wil je ons voorstellen? Oké, dank je. We zullen snel samen zijn. Elliot's kamer. Ik moet uitvinden wat hij leuk vindt. Hij houdt van Squid Game. Ik heb een idee. Hoi, Sharon. Sharon? Elliot, waarom bevroor je? Elliot? Oh man, hij is weg. Yes, ik heb het gedaan. Ik wist dat ik het kon. Wie kan er hoger springen? En wie kan er harder zingen? Woehoe! Kun je stoppen met lawaai maken? Hou je mond. Laat me slapen. Zet het harder. Ik ben zo slaperig. Dat is schattig. Oh, hij danst. Hij is vast van het andere kanaal. Like en abonneer. Ik ben zo slaperig. Goedemorgen. Laten we het harder zetten. Party time. Houden jullie niet van dansen? Dans dan. Nu krijgt niemand meer slaap. Was dat leuk of niet?
Als Mary door de hal loopt, staart iedereen haar aan. Ik kan ook zo lopen. Hoi, Elliot. Ik heb je. Dat was zo gênant. Waar ga je heen? Een grafiek tekenen. Hé, ik geef u les. Huh? Wat? Huh? Laat ons met rust. Ze stoppen niet met naar hem te kijken. Jij, kom hier. Huh? Ik? Hou de plank vast. Huh? Oké. Okay. Maar waarom? Misschien kijken ze er nu naar. Oh, Elliot. Mary is nog steeds afgeleid. TikTok zal haar aandacht wel trekken. Oeh, dat is interessant. Kijk naar de grafiek. Elliot, hij is hier. Meiden, willen jullie bij het cheerleading team? Goed idee. Ik wil! Dat heb ik altijd al gewild. Echt? Oké. We worden cheerleaders! Yes! Sharon, kom op! Je uniform ziet er geweldig uit. Niet verlegen zijn. Dit is niet het soort cheerleader dat ik wilde zijn. Hotdog iemand? Mary, je bent een geweldige danseres. Wil je een hotdog? Nee, dank je. Ik moet gezond eten. Natuurlijk. Ga, vecht, win! Yes, je bent de beste! Oh! Dit is hoe je een TikTok maakt. Het eerste dat je moet doen is je omkleden. Ten tweede, doe de lichten aan. Ten derde, zet je telefoon klaar. Oeps, wees niet zoals ik. Gebruik boeken als standaard. Klaar. Zet de camera aan en begin met opnemen. Ik heb het. Huh? Tegen wie ben je aan het praten? Maak je er geen zorgen over. We zijn te laat voor ons examen. Maak eerst je huiswerk en ga dan TikToks maken. Ik hoop dat ik niet te laat ben. Je bent een hele minuut te laat. Een 1! En hier zijn je materialen voor je herexamen. Je bent te laat. Ik kan het uitleggen. Ik moest een katje redden dat vast zat in een boom. Echt niet. Daarna heb ik geholpen een brand te blussen. Dat is indrukwekkend. En ik heb een overval gestopt. Ik ben zo onder de indruk. Je bent de beste van de klas. Bravo! Dat is niet eerlijk. Ik geloof dat niet echt. Elliot, mijn liefste. Ooit zullen we samen zijn. Je bent geweldig en zo, maar ik hou meer van TikTok. Hoi, knabbert. Ik hou zoveel van mezelf. Hoi iedereen, ik ben terug. Claire, je bent zo veranderd. Populariteitsklasse? Dus daar ben je naartoe gegaan. Het is je gelukt. Echt niet. Er zijn er 2 van hen. Ik kan mijn ogen niet geloven. Claire, nu zal Elliot van jou zijn. Dat is zo gisteren. Hier is mijn nieuwe liefde. Wauw, hij is knap. Je hebt geluk. Wij hebben geluk. Hij heeft een tweelingbroer. Wauw. We moeten gaan. Doei. Nu vindt hij ze allebei leuk.
Sharon, wees niet verdrietig. Ik heb je de hele tijd leuk gevonden. Echt waar? Natuurlijk. Zie je wel, je bent al de hele dag aan het tekenen. Oh, Elliot, dit is de mooiste dag van mijn leven. Tijd om een TikTok te maken. Heb je opgelet? Hoeveel keer heeft Mary een TikTok gemaakt in deze video? Reageer het antwoord hieronder.